Vandaag ga ik een Q&A doen in deze video. De laatste tijd hebben jullie weer heel erg veel vragen gestuurd naar mij. Achtergelaten bij video's, op mijn blog. En sommige vragen vond ik zo leuk of krijg ik zo vaak dat ik denk van ja, ik ga die behandelen in een video. Zodat iedereen deze video kan kijken en wat meer te weten kan komen over mij. Ik ga er niet een hele lange video van maken, want dan wordt het misschien een beetje saai om naar te kijken. Dus ik ga er nu een paar behandelen en dan komt er binnenkort weer een andere video met een Q&A online. Laten we maar gauw beginnen. De eerste vraag is ook gelijk de meest gevraagde vraag die ik eigenlijk vanaf het begin al kreeg. En dat is: hoe oud ben ik? Nou, ik ben 15 jaar en ik ben op 12 oktober jarig. Vraag 2 is: in welk klas zit je en welk niveau doe je? Ik zit in 3 VMBO en volgend jaar doe ik dus examen in het VMBO. De volgende vraag is: welke camera gebruik je? Waar ik nu mee film, dat is de Panasonic Lumix FZ48. En ik heb deze al een tijdje nu en ik ben er ontzettend blij mee nog steeds. Ik vind de kwaliteit super en hij is niet te ingewikkeld, zeg maar. Niet te groot, niet te duur en ik vind hem gewoon super fijn. En dan de laatste vraag van de meest gevraagde vragen, zeg maar. Hierna komen er wat andere random vragen. Dat is: welk bewerkingsprogramma gebruik je? Nou, in het begin gebruikte ik altijd Windows Movie Maker. Maar dat werkte gewoon eigenlijk niet zo fijn. En ik kon er niet zoveel mee. En op een gegeven moment zei mijn vader van: ik heb een bewerkingsprogramma gedownload. Kijk maar wat je ervan vindt. Kijk maar of je ermee kan werken. En dat is Pinnacle 15. Het werkt gewoon super fijn en er zitten niet hele spectaculaire effecten bij ofzo, maar dat hoeft ook niet. Ik hoef ook geen ingewikkelde musicvideo's te maken. Bij mij gaat het alleen maar eigenlijk om het knippen, het versnellen, het doorspoelen, dat soort dingen. En soms een beetje bewerken aan de belichting, maar dat kan allemaal met Pinnacle. Dus dat is een super fijn programma. Het is niet gratis, maar als je weet hoe je het moet downloaden. Dan wel. De volgende vraag is: wat is je favoriete kledingmerk? Als je kijkt naar mijn kledingkast, die is hier. Ik heb vorige week een video online gezet met mijn kledingkast tour. Dus als je die wil zien, dan kan je daarheen gaan. Hieronder staat ook nog even een linkje. Mijn meeste kleding is van de H&M. En dat vind ik ook een hele leuke winkel met veel leuke dingetjes die niet te duur zijn. Ik vind de Only en Vero Moda en zo vind ik ook heel erg leuk. En de Sting vind ik ook echt ontzettend leuk. Die hebben wat apartere kleren. Die zie je niet zo heel erg vaak terug, zeg maar, in andere winkels ook. Jammer genoeg wordt het wel steeds duurder, vind ik, bij de Sting. Maar wel ontzettend leuk. De volgende vraag is: wat wil je later gaan doen? Of wat voor beroep en welke opleiding en zo? Ik doe volgend jaar natuurlijk examen, dus ik moet al wel een beetje weten welke kant ik op ga. Of op wil. Want volgend jaar moet ik eigenlijk ook alweer een gerichter en kleiner vakkenpakket kiezen. Dat heb ik dit jaar ook al gedaan, maar dat moet ik volgend jaar dus ook doen. Ik wil iets in de communicatieachtig doen. Het lijkt me heel erg leuk om op een redactie te werken of... Iets met artikelen schrijven of met dingen ontwerpen of met social media iets te doen. En waarschijnlijk ga ik na mijn examenjaar naar het Graafs Lyceum in Rotterdam. En dan ga ik de redactie opnieuw medewerker opleiding doen. Ben ik nog niet zeker van, maar daar neig ik nu wel naartoe. Omdat het gewoon een hele leuke opleiding lijkt. Lijkt me dat het een hele leuke opleiding is en een hele leuke school ook. De ene laatste vraag alweer. Als je 1 minuut gratis kan shoppen in de Kruidvat, waar zou je dan als eerste naartoe gaan? Dat is een moeilijke vraag, want jullie zouden natuurlijk allemaal denken van ja, naar de make-up en zo. Maar ik heb al best wel veel make-up. Natuurlijk zou ik wel naar dingen gaan, zoals mascara, eyeliner, oogpotlood. Want die gaan best wel snel op. Of ik zou wat echt mooie producten kiezen, maar niet zo snel naar... Ze hebben best wel budget make-up en zo. De verzorging, denk ik. Ik denk dat ik wat goede crèmes ga kopen en geurkaarsen. Want daar ben ik echt dol op en daar kan ik er echt niet genoeg van krijgen. Maar verder weet ik het eigenlijk niet zo goed. En mijn laatste vraag is alweer: wat zijn je favoriete programma's op tv en welke volg je ook echt? Nou, als eerste dat is GTST, dat volg ik eigenlijk elke dag.
al heel lang. Ik ben dat eigenlijk elke dag gewoon blijven kijken. En ja, ik vind het laatst het ietsje minder worden. Het is een beetje voorspelbaar en langdradig. Verder kijk ik natuurlijk ook nog dansprogramma's. Want dat vind ik altijd super leuk om te kijken. Omdat ik zelf ook op dansen zit natuurlijk. En modeprogramma's als zo, kledinghandel ontwerpen of met modellen, America's Next Topmodel of zo. Dingen als Wie is de Mol, Expeditie Robinson, dat kijk ik ook altijd. Verder kijk ik eigenlijk niet zoveel tv omdat ik veel op Bloglof in zit om artikelen te lezen. En op YouTube om filmpjes te kijken, dus ja, ik vind tv kijken niet zo geweldig. Ik ben ook helemaal niet fan van The Voice of zo. Het is echt niet mijn ding gewoon. Dat waren de vragen alweer van deze video. Zet je vraag er nu even niet tussen. Wacht dan even af op de volgende video. Of stel hem gewoon nog een keer. Want ik krijg vragen genoeg dubbel. En als ik ze heel vaak krijg, dan doe ik ze er sowieso in. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doeg!